Deze brief valt morgen bij alle inwoners van de gemeente Boksmeer en alle gemeentes van dit politiedistrict op de deurmat. Het idee is heel erg simpel. Help de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Wat moet je doen? Melden. Als je iets verdachts ziet, een dure auto bij iemand die niet werkt, een loods die voor veel te veel geld verhuurd is of een raar luchtje, meld dat dan bij de politie. Nou is niemand vies van een wat veiligere wereld. Maar de vraag is, wat doe je als de buurman een wietplantage heeft? Moeilijk. Stel dat je heel goed contact hebt met je buren, wat dan? Ja, ik zal je niet leuk vinden in ieder geval. Helemaal van heb, ik denk het niet. Ik denk het niet. Als er geen motorbendes en zo bij de buren zouden rondhangen en zo, en ik geen last van zou hebben, dan zou ik waarschijnlijk niks ervan zeggen. Ik denk dat je daar geen onderscheid in moet maken, of het nou je buurman is of ergens anders, elders in het dorp. Ik hou me liever met mezelf bezig. Ja. Alles wat iedereen doet, moet hij zelf weten, snap je? Ik vind die hele grote, die moeten ze pakken. Die hele grote, die heel veel kunnen en heel veel doen, die moeten ze aanpakken. Maar meestal pakken ze die kleinere. Als je als politie bijvoorbeeld gaat inschakelen en de mensen komen erachter dat jij dat hebt gezegd, dan heb je natuurlijk weer zo'n rare klik met elkaar. Dat is natuurlijk... Wordt er niet gezelliger op? Nee, precies. En je moet het natuurlijk samen ook goed hebben. Jullie weten van elkaar dat er niks op zolder staat? Ja, bij mij niet. Mieke heeft geen zolder. Ik heb geen zolder. Nee. Wij doen zoiets niet.